Hey, yo mensen van Kitty Gaming Leeds, kijk naar weer een nieuwe CSGO case opening. En we hebben vandaag een mooie keuze. We hebben 4 Phoenix cases en 4 Chroma 2 cases. En de Phoenix cases hebben te danken aan Thijs. Thijs heeft Phoenix cases uitgezocht. En Thijs kennen jullie wel van eerdere video's. En de Chroma 2 cases die zijn uitgekozen door Dion. En Dion wil niet delen. Maar in ieder geval, we gaan dus 8 cases vandaag openmaken. En ik heb er best wel niet zin in eigenlijk. En ik wil graag beginnen met de 4e en dan met de 12e. Dus dat is 6, dat is 6. Dus dit is nummer 12. En dan gaan wij iets lelijks uitkrijgen, want we krijgen nooit iets goeds. Maar we gaan het proberen en we gaan echt gewoon echt een shitload. Are you kidding me? Are you kidding me? Er ging een shitload aan paars langs en dan stopt hij voor een paarse. Die ziet er best wel veel tested uit. Oké. Okay. Ik vond hem er eigenlijk niet echt veel tested uitzien. Maar oké. Ik ga gewoon weer voor case 12. Want 12 blijft mijn geluksgetal. Een roze! En dan krijg ik weer een UMP. Shit! En we hebben trouwens een klein wedstrijdje ervan gemaakt. Waar zeg maar het meeste geld uit komt. Uit welke reeks de Phoenix of de Chroma 2 die persoon heeft gewonnen. Dus het is zeg maar een soort van weddenschap ietsachtig tussen mij en Thijs en Dion. En ik denk, ik ga er gewoon een random uitkiezen. En dat wordt deze. Er ging gewoon een roze meteen al. Een paarse en nog een paarse. Oh my god. En nog een paarse. En dan komt hij op een fucking Tech9 Sandstorm die battlescarred is of zo. Told you. Told you. Hier zit echt niet veel goeds in, mensen. Gewoon niet. Wacht, ik wil eens een keer, zeg maar, de case openen met de key. En een paarse en roze en weet ik het. En dan gaat... Oh my god, en hij is fucking... Battlescarred? I don't even care! I don't even care! Dit is de beste! Dit is het beste wat ik ooit uit de fucking game. Hij is field tested! Hij is field tested! Ik zat zo te kijken, maar het bleef zeg maar hangen. Oh my god! Ik denk dat Thijs nu heeft gewonnen. Of er moet echt uit die Chroma case een of andere gare knife komen. Oh my fucking god! Een op fucking Asimov! Holy shit. Dit is echt serieus het beste ding wat ik ooit uit een hele case heb gekregen. Are you fucking kidding me? What the hell? Voor mij mag die al die paarse skip hoor. Het is compleet goed gegaan nu. Holy shit. We gaan gewoon nu de cases openmaken in plaats van de keys gebruiken. Oh my fucking god. En een AK Elite build. Oh my god. Ik kan als een fucking field testend op Asimov. Jesus Christ. Mijn dag kan niet meer stuk. Het is de beste case. Ga ik weer een roze en nog een roze. Ging er twee roze voorbij. En wat krijg ik? Een fucking battlescarred bronze deco. Of well worn. Hij is in ieder geval... Ja, ik denk dat hij... Wel... Oh, field testend? Are you kidding me? Oké, okay, en dan gaan we zeg maar de laatste met de key op de case doen. Want dat hielp de laatste keer ook toen we het zeg maar de laatste andersom deden. Oh my god, ik had een little eco. Nee, ik wil niet nog een brons eco. Ook al heb ik echt gewoon... veel tested al bij Simon, I don't care. Oh my god, oké. Okay, en dan doen we nu deze op die. Oh my god. Kom op, geef mij die Mac-10 heat. No. Ik heb nog een Mac-10. Zei ik Mac-10? Ik bedoel de Mac-7. En een Neg of Manowar. En zo te zien Battlescarred of well worn of zo. Minimal wear? Dit ding zag er echt kapot uit. What the fuck? We gaan hier even naar kijken, jongens. Oh my god. Kijk dit. Holy fucking shit. Holy fucking shit. In ieder geval, deze keer gaan we geen kills maken met de wapens. Omdat het er 8 zijn. En dat is gewoon veel te veel. We hebben super veel dubbel shit. Wauw, we hebben gewoon een all fucking SMO field tested. Damn. In ieder geval, het is wel duidelijk dat Thijs heeft gewonnen met deze wedstrijd.
Wauw, fucking amazing. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Later!